Marieke van Egmond, jij bent sportvrouw van Almelo geworden. Je bent de kleinste van het stel, maar je bent wel met de eerste prijs ervan doorgegaan. Hoe voelt dat voor jou? Ja, ik ben best wel verrast dat ik hem heb gewonnen. Ja, had je het echt niet verwacht? Nee, eigenlijk niet. Dus je stond nog helemaal te shaken, zoals ze dat noemen. Maar je hebt het toch wel verdiend, want wat doe jij allemaal voor die sport? Nou, ik train 30 uur in de week en tussendoor ga ik ook nog naar school heen. Dus ik moet er wel wat voor doen, maar ik doe het wel omdat ik het heel erg leuk vind. Ja, want 's morgens vroeg dan sta je er al, hè? Ja, klopt. Hoe laat begin je 's morgens? We beginnen onze training om 7:30. En dan snel naar school? En hoe laat begin je dan vervolgens 's middags weer? 's middags beginnen we om 3:00 weer. En wanneer ben je dan eindelijk klaar? Om 6:30 's avonds en dan ben ik 7:00 ongeveer thuis. Ja, en dan, dan moet je daar wel echt heel veel voor doen. En wat heb je dit jaar allemaal zoal gewonnen? Ik heb in het jaar 2018 heb ik een tweede plek op de vloerfinale op de NK gehaald. Dat is best wel een hele mooie prestatie. En wat is jouw droom? Mijn droom is natuurlijk uiteindelijk de Olympische Spelen, maar voor dit jaar de WK. Heel veel succes. Dankjewel.